Schoonveld. Ik werk sinds 1971 aan deze school, dus dat is al bijna 44 jaar geleden. De eerste 14 jaar als leraar scheikunde en sinds bijna 30 jaar rector. Oké, en wat heeft u daarvoor gestudeerd? Scheikunde. Maar sterker nog, ik studeerde nog steeds scheikunde toen ik hier al les gaf. Toen ik 3 jaar van mijn studie had afgerond, toen had je dat zogeheten kandidaatsexamen gedaan, toen kon je al wel solliciteren naar een baan. Zeker omdat er een leraar tekort was. Toen ontstond er een vacature, toen hebben collega's mij gepusht om vooral te solliciteren. Ik dacht dat zelf eerlijk gezegd niet zo aan. Kunnen jullie wat zeggen over meneer Schoonveld? Oh, jawel. Aardige man, bevlogen. Redelijk goed voor zijn personeel. Zeer goed voor de leerlingen. Wat houdt redelijk goed in? Daar laat ik me verder niet over uit. Maar het is echt zo. Ik heb nooit gedacht van ik ga eens naar een andere school of zo. Nee, dat komt omdat de sfeer op deze school me heel goed bevalt. Nooit het gevoel gehad ik ga uiteindelijk terug naar het parleren? Nee, nooit. Nee, ik heb me daar verder prima thuis gevoeld, maar niet uitzonderlijk. En ik vind dat de sfeer hier beter is dan op het ballet. Dat meen ik en dat merk ik nog steeds trouwens. Dus er hangt op het ballet is iets meer een sfeertje van arrogantie en dat soort zaken. En u vindt dat wij dat hier niet hebben? Hier is het opener, ja. Politicus, dus het gaat niet alleen om mijn beleid, het gaat ook om de hele manier van werken hier natuurlijk. Hè. Mijn beleid is natuurlijk niet ieder moment voelbaar, alleen als er plotseling veranderingen zijn in de manier waarop we werken, ja, dan kom ik natuurlijk in beeld, of als er een conflict is, dan kom ik in beeld. Maar voor de dagelijkse manier van werken zijn ze echt niet van mij afhankelijk. Wat ik goed vind aan het beleid van meneer Schoonveld is dat hij de risico's van de beslissingen goed inschat. En dat hij daar eigenlijk goed inschat, want al die beslissingen zijn goed geweest. De MAVO weg, de HAVO weg, het gymnasium uitbouwen. Ik denk dat dat een hele goede beslissing is geweest. Bijvoorbeeld nu ook iets groots, zoals, wat groot is voordat jij op school kwam, de verbouwing. Dat heeft hier in de buurt, daar heeft hij moeite voor moeten doen. De nieuwe kantine die nu gebouwd wordt, daar heeft hij moeite voor moeten doen. Maar dat traject zet hij dan wel in, stopt hij een hoop tijd in. Denk ik wel dat hij dat tamelijk goed inschat dat dat gaat lukken. Maar toch, ik weet niet of ik altijd goed ben in politiek correcte antwoorden geven. Maar ik ben blij dat ik niet in de politiek zit. Je bent daar zo afhankelijk van allerlei toevallige, bijna populistische krachten die een rol kunnen spelen. Daar hebben we echt in onze professionele situatie geen last van. Ik woon alleen. Ik ben ruim 20 jaar geleden gescheiden en ik woon dus nu eigenlijk alleen in een veel te groot huis. Maar het zij zo. Ik ben heel veel niet thuis, dus dat... En ik vind het alleen zijn soms ook wel heel erg prettig, moet ik zeggen. U heeft gestudeerd waar natuurlijk weinig, minder vrouwen aanwezig waren in de studie. Hoe zat het daarmee? Heeft u natuurlijk wel wat vrouwtjes kunnen vinden tijdens je studie of was dat... Maak je geen zorgen, dat is allemaal heel goed gegaan. Maar dat hoef je niet in de studie te vinden natuurlijk. Hè? Er is nog meer leven dan alleen de studie. Dus dat is helemaal goed gegaan. Oké. Ja. Ik heb 2 zoons van 35 en 37. En die zijn allebei, gaat het heel goed met ze. Ze zijn ook oud-leerling van deze school. Hebben allebei het gymnasiumdiploma gehaald. Oudste woont in Berlijn. En de jongste in Amsterdam. Als u natuurlijk geen rector meer bent van mijn school, is het huis ook niet meer van u? Ja, voorlopig wel. Ja, wel? Ik ben gewoon huurder. Maar ik heb afgesproken dat ik binnen een paar jaar wel iets anders ga zoeken dan. Kijk, meneer Schoonveld en ik delen een bepaalde hobby.
En dat, die hobby, dat brengt ons af en toe in restaurants in Rome. En daar kunnen wij het tamelijk goed met elkaar vinden. En daarom ook. En zo. Ik heb ook helemaal... Dat vind ik ook volstrekt een onrecht. Voor leerlingen ook. Ik vind dat er eigenlijk geen enkele drempel is om meneer Schoonveld te benaderen. Die deur staat altijd open. En als je hem wil spreken, dan denk ik echt dat hij tijd heeft. Of anders dat hij zijn agenda trekt en dat hij tijd maakt. En dat geldt ook voor collega's, maar zelfs een aantal collega's zeggen, ja, dat doe ik toch niet zo makkelijk bij de rector naar binnenloop. Nou, die drempel heb ik absoluut niet. Ja, dus ik ben eigenlijk een beetje een tweede generatie allochtoon, om het zo maar eens te zeggen. Want Oost-Groningen, mijn ouders spraken dialect, althans daar. Ze pasten zich natuurlijk hier onmiddellijk aan, want ze vonden dat ze goed moest integreren. Maar je kon nog steeds een klein beetje horen dat ze uit Groningen kwamen. Er waren zelfs mensen die dat aan mij nog konden horen, misschien nu nog wel, dat weet ik eigenlijk niet. En mijn ouders waren echt hardwerkende mensen, echt van het type niet lullen maar poetsen. Je moet gewoon hard werken in het leven, dan bereik je tenminste iets. En dat was ook de periode. Ik ben in 1950 geboren, dat was natuurlijk 5 jaar na de oorlog. Dus iedereen had zoiets van, we moeten allemaal hard werken om dit land weer een beetje bovenop te brengen. En dat sfeertje was eigenlijk daardoor ook heel ongecompliceerd naar mijn gevoel, in ieder geval ik het heb ervaren. Mijn ouders kregen voor het eerst echt een huis, de Grensstraat, vlak bij de Amstel, Grensstraat 1-1 hoog. Dus vlak bij de Hoop is dat. Ja. En daar heb ik eigenlijk van mijn 3e tot mijn 7e gewoond. Dus dat zijn de eerste jaren dat ik ook naar school ging. Mijn vader werkte bij de PTT. Die is eenvoudig begonnen als loketbeambte. Dus achter de loketten, postzegels verkopen en allerlei andere dingen. En hij is geëindigd als coördinator opleidingen post in Amsterdam. Dus langzaam omhoog geklommen. En zoals dat vroeger was, moeders hadden niet zozeer een baan. Ze was gewoon huisvrouw. Later waren een klein baantje, een paar kleine baantjes gehad. Maar ze heeft nooit echt een arbeidsleven. Dat was toen heel gewoon. Tegenwoordig zou je dat heel vreemd vinden. En was u een moeders- of vaderskindje? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik kom het allebei goed overweg, maar ik had ook meer met mijn moeder te maken, omdat mijn moeder eigenlijk altijd thuis was. Maar kan ook een tegenreactie geven? Dat kan ook een tegenreactie geven, maar dat was ook weer niet zo. Nee. Hij heeft ook humor een beetje. Hij heeft zeer zeker ook humor. Hij staat voor de school. Het is de school. Okay. En drinken helemaal niet in die periode. Nee, dat was... enkele jaren later begon dat een beetje. Daar ben ik achteraf gezien eigenlijk wel dankbaar voor. Want daardoor had ik toch wel wat meer energie om die studie wat makkelijker te kunnen doen. Door de drank? Door het gebrek aan drank. Het was eigenlijk niet, ik wil niet zeggen nat dan, maar echt. Het woord coma-zuip bestond toen nog niet hoor, laat ik het zo zeggen. Het bestond domweg niet. Het kwam, natuurlijk had je wel enkele mensen die dronken waren, maar dat waren toch mijn hele erge verlopen types hoor. Dus, wat is het mooiste wat jullie met meneer Schoonveld hebben meegemaakt? Een anekdote? Mark, mag jij verzinnen? Ja, weet ik nog wel. Dat ik hier net werkte in het begin. Toen schoot hernia in mijn rug. Toen heb meneer Schoonveld mij in een bureaustoel naar een taxi geduwd. En hij lag helemaal krom van het lachen. En ik van de pijn. Ja. Maar iedereen die dus op sollicitatie komt, komt bij u langs. Ja. En niet bij iemand anders. Ja. En heeft u dan echt een type dat u meer aanspreekt dan anderen? Of kan dat heel gevarieerd zijn? Er heeft wel eens, een paar jaar geleden werd ik geïnterviewd door het Parool. En die hebben als kop eruit gehaald, bij mij komt er niemand in zonder gevoel voor humor. Zoiets. Leraren ging het dan over. Of leraren zonder humor komen er bij niet in. Ik geloof dat het dat was. En dat vind ik wel heel belangrijk. Ik vind het belangrijk dat een leraar een beetje kan relativeren. Dat hij op een prettige manier met de groep kan omgaan. En natuurlijk moet hij daarnaast zijn vak beheersen en goed kunnen uitleggen. Dat vind ik goed van hem. En zou je sommige dingen misschien anders doen dan hij? Ik? Ja. Als u... Nou... Nee. De beslissing die we hebben genomen is hier om de HAVO af te bouwen. Dat is een hele uitvoerige beslissing geweest waar heel lang op gediscussieerd is. Dat is dus nu zeg maar zo'n jaar of 10 geleden gebeurd. Toen is het besluit genomen. Ik kan me herinneren dat dat een heel uitvoerig proces was. En terecht, want het is ook een heel belangrijk besluit. Waarbij helemaal mensen verschillende aspecten tegen elkaar afwogen. En het interessante is dat ik overal, in alle kringen waar ik het daarover sprak, want eerst natuurlijk binnen de schoolleiding,
daarna in het docentenkoor, daarna met het bestuur, daarna met de ledenvergadering, dus de ouders in feite. Overal zag je hetzelfde proces, namelijk dat in het begin iedereen zei, nee, dat moeten we niet doen. Het is te riskant en eigenlijk is het zo zonder van die HAVO-leerlingen, want die zijn ook leuk. Mm-hmm. En geleidelijk zag je dat iedere instantie omging en eigenlijk inzag dat het beste was. Dat was eigenlijk leuk om te zien. Je kunt ook zeggen, dat heb je dan mooi gedaan. Kennelijk heb je ze overtuigd. Dat is misschien ook wel zo. Ik lag natuurlijk voor in het bedenken. Want ik had natuurlijk al een hele zomervakantie lopen woelen van hoe ga ik dat doen en moeten we dat wel doen. U heeft nu ongeveer 8000 leerlingen aan u voorbij zien gaan, heb ik ongeveer uitgerekend. Ja, dat is een mooie berekening, ja. En kunt u zich dan nog eigenlijk veel namen daarvan herinneren? Toch wel. Ik kan me wel veel namen herinneren. Maar ik ben beter in het me herinneren van gezichten. Dus als u ziet waarschijnlijk geregeld iemand op straat lopen en daar denkt u van, misschien heb ik die wel op school gehad. En hoe heet hij ook? Nou, dat weet je waarin ik het altijd zie? Aan de manier waarop de betrokkenen mij aankijkt. Zo gaat dat. Als je dan een soort blik van verstandhouding hebt, dan zeg je oké, dan is het dus inderdaad een oud-leerling. En dan zie ik ook wel vaak dat zo is, maar de naam duurt dan vaak nog wel een paar minuten voordat ik erop kom. Als ik erop kom, want soms kom ik er niet op. Wat heel belangrijk is, heb ik aan die leerling les gegeven of niet? Of heeft hij of zij in een DB gezeten en heb je dus meer mee te maken gehad? Kijk, als het iemand is die ik alleen maar in de gang ben tegengekomen, nou, dan is de kans klein hoor. En als u uzelf een vraag zou mogen stellen, wat zou dat dan zijn? Nou, misschien wel die vraag die je net zelf al gesteld hebt, maar ja, die heb ik dus ook al beantwoord. Namelijk, zou je dingen anders gedaan hebben? Want dat is wel een vraag die natuurlijk alles wat ik uiteindelijk, als ik het achteraf over denk, een rol speelt. En dan is het toch bij, afgezien van enkele details, is toch de grote lijnen verhaal, nee, ik zou het niet anders gedaan hebben. Maar het is wel een kernvraag die voortdurend in je hoofd speelt, van heb ik het goed gedaan? Bij een beslissing die je net hebt uitgevoerd, is het de juiste beslissing geweest. En enkele keer vind ik dat niet. En dan draai je hem terug als dat kan, natuurlijk. Maar niet goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekend. Met bloed, zweet en tranen. Zij ik rot hier nu maar op. Met bloed, zweet en tranen. Gekend, maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot hij?